Zo, het is vrijdagmorgen en het is een onstuimige dag. We hebben windkracht 5 uit het zuidwesten en ik ben al een aardig poosje aan het rondrijden geweest. Maar er is eigenlijk bijna nergens te vissen. Het water is 1,5 meter hoger dan normaal. Het is troebel en stroomt als een kogel. Ja, en dat is op zich nog niet zo erg, maar dan met windkracht 5 uit het zuidwesten kun je ook nog geen koers houden. Nou, dat zijn zoveel dingen bij elkaar die het vissen gewoon niet prettig maken, dat ik toch maar weer gekozen heb voor de plek van wat meer aanbeten, maar wat kleinere vissen. Het is in ieder geval een mogelijkheid om toch te gaan, dus ik zou zeggen gewoon blijven kijken. We gaan het zelf weer zien. En het is nog een redelijk hoog. Een kwartiertje aan het vissen.
hebben wel zijn best gedaan. Zo dan. Ik denk niet dat hij de meter haalt, maar het is wel in de buurt. Ik heb een knoop in mijn centimeter. Dan haalt hij de meter waarschijnlijk wel. Dat is niet te doen. Met 93. Oh ja. Hier een hele groot en een prachtige gele vis. Genieten. Is het er netjes aan? Ja, je hoort mij niet klagen, want het is inmiddels droog. Er is zelfs een beetje blauw in de lucht. Ik ben na 3 kwartier aan het vissen. Ik heb er 2. Ik heb er 1 nog gevoeld, dus in totaal 3 aanbeten. En 93 erbij. Ik ben aan het genieten.
lichte. Een beetje lange, dunne. Nou ja, lang. Maar dun voor zijn lengte, nou, zo zeg ik. Dat hier.
dat ze toch iets dapperder worden. Dat ze wat makkelijker pakken. In ieder geval gaat het lekker. Streamertje 2.0. Streamertje er mooi in. Prachtige start. Pak toch maar even met de tang. Er zitten net iets te veel tandjes door. Hoppakee.
het mooie weer is voorbij. Het is gaan regenen en niet zo'n klein beetje ook. Maar ja, als je maar lol hebt. Zo, de laatste sessie van 2023 zit er weer op en het was toch weer een hele leuke dag. Het is het grootste gedeelte van de dag droog geweest, vanmiddag een paar hele pittige buien, maar wel met windkracht 5 en vlagen 6. En het maakt het echt wel heel pittig, zeker als je er tegenin moet vissen, dan moet je alle zeilen bijzetten. Maar de temperatuur was 10 graden. En de snoeker werkte weer mee. Ik heb een hele leuke stapel vis gevangen met een 93er erbij, een prachtige vis. Een paar dikke 80ers. En op dit water zijn dat echte uitzonderingen, dus daar ben ik dik tevreden mee. Ja, en dat alles op de Punkstreamer 2.0. Die blijft onder alle omstandigheden presteren. En die 2.0 gebruik ik vooral in de winterperiode, omdat dan nog trager gevist moet worden. En die krulhaartjes van die 2.0 laten hem wat langer hangen en wat trager afzinken, en dat geeft de mogelijkheid om uiterst traag vlak bij de bodem te vissen. In tegenstelling tot de Punkstreamer 1.0, want die gebruik ik vooral in de zomerperiode, ook wel eens een enkele keer 's winters, maar dan vooral op dieper water. Ja, die streamers die zijn gewoon te koop op de website van Peter Elbersen op flyfishingforpike.com. En Peter heeft ze met haakmaat 6.0. In 1.0 en 2.0 versie. En hij heeft ook nog speciale snoekbaar streamers. Nou, die zijn met dit troebele water ook prima in te zetten met een haak 1.0. En daar heb ik hartstikke leuk snoekbaars op gevangen. Nou, Peter bindt die streamers op het patroon wat ik hem gegeven heb en verkoopt ze. Dus ben je erin geïnteresseerd, kijk daar eens. Ja, rest mij nog om jullie een hele prettige jaarwisseling te wensen. Let op met vuurwerk, denk om je vingers. En ja, het is ook wel prettig als je ogen het gewoon blijven doen, dus kijk ermee uit. Geniet ervan. En ja, tot volgend jaar maar weer. En als je gewoon blijft kijken, ga je ook dat allemaal weer zien.